In een klein dorpje woonde vele jaren geleden een arme weesjongen. Hij had meestal honger en kon zelden naar school. Toch droomde hij ervan om ooit naar Londen te kunnen gaan. Want zijn grootvader had hem vroeger wel eens verteld dat de straatstenen daar van goud waren. En op een mooie dag mocht Dick met een boer naar Londen rijden. Deze dag werd een teleurstelling voor hem. Want in plaats van gouden straatstenen waren de straatstenen van Londen grijzer dan overal waar Dick ooit geweest was. Ook waren er veel mensen die, net als hij, arm waren en honger hadden. Maar toch wilde hij in Londen blijven. Het leek hem dus verstandig om daar werk te zoeken. Na een tijdje vond hij werk als hulp van een kok. Maar die kok was een gemene man. Dick kreeg slaag van hem. En hij moest slapen op een oude zolder die krioelde van de muizen. Het eerste dat Dick van zijn verdiende geld kocht was een grote kater die zo goed muizen kon vangen dat de hele zolder in 2 dagen bevrijd was van de muizenplaag. Dick gaf zijn kater de mooie naam Peter. En van geen enkele vriend zou Dick meer kunnen houden dan van hem. De baas van Dick had een heel groot schip. Op een dag riep hij al zijn bedienden bij elkaar. Hij vertelde hen dat het schip naar verre landen zou gaan. Het doel van de reis was om allerlei dingen mee te nemen om daar te verkopen of te ruilen. Ieder van jullie mag iets meegeven, zei de baas van Dick. Ik zal dan proberen om het voor veel geld te verkopen. Toen zag Dick zich in gedachten als een rijk man in een mooi huis wonen. En zonder dat hij erbij nagedacht had, gaf hij Peter met het schip mee. Maar toen hij aan de kade het schip zag vertrekken, voelde hij zich ineens erg eenzaam en ongelukkig. Nu was hij weer alleen en nog wel door zijn eigen schuld. Hij besloot om weg te lopen, ver van Londen vandaan. Toen hij over een grote brug liep, keek hij naar de golven onder hem. Zij riepen naar hem: ga terug, Dick, want je zult tot burgemeester van Londen gekozen worden. Dick dacht even heel diep na en bleef. Toen het schip weer teruggekeerd was in de stad, lagen de ruimen vol met zakken goud en zilver en prachtige cadeaus voor de bedienden. Maar het meeste daarvan was voor Dick Whittington, de meester van Peter. Dick wilde natuurlijk dolgraag weten hoe het mogelijk was dat zijn kater zoveel waard was. Daarom ging hij op een rustige avond bij de kapitein van het schip op bezoek en die vertelde hem in geuren en kleuren wat er op die verre reis gebeurd was. Hij had heel ver weg een koning en een koningin ontmoet die hem hadden uitgenodigd om in het paleis te komen eten. Toen de spijzen werden binnengebracht, kwamen uit alle hoeken en gaten vele honderden muizen aanlopen. Zij gritsten het eten van de zilver en gouden schalen en brachten het naar vriendjes die overal op de zolder en de vloer zaten te wachten. De koning, die in de loop der jaren erg mager was geworden, vertelde wanhopig dat dit iedere dag zo ging en dat hij en zijn vrouw op deze manier nog dood zouden gaan van de honger. Ze zeiden dat ze de helft van hun bezittingen wilden geven aan degene die een oplossing wist. De kapitein haalde vlug Peter van het schip en binnen een dag had hij de helft van de muizen doodgemaakt en 's avonds viel de andere helft dood van de schrik. De koning en de koningin waren gered. Ze vonden Peter een wonderbeest. En dat kwam eigenlijk ook een beetje omdat ze in dat land alleen maar muizen kenden en geen katten. En zo kwam het dat Dick een van de rijkste mensen was die ooit in Londen had gewoond. Nu kon hij naar school gaan en toen hij groot was, trouwde hij met het liefste meisje uit de buurt. Hij woonde met haar in een prachtig huis vlakbij een mooi bos. Maar Dick heeft nooit vergeten dat hij eens arm en hongerig was. Daarom was hij goed en behulpzaam voor alle mensen. Zo kwam het dat hij tot burgemeester van Londen werd gekozen. En hij is dat nog jaren gebleven. En de kater? Die werd door Dick met een speciaal schip teruggehaald.